Eigenlijk was het plan dat na de invoering van het huidige parkeerbeleid, dat in eerste instantie een soort van terugkoppeling zou komen van, nou ja, hoe gaat het eigenlijk nu? En nu is er niet eens meer sprake van een terugkoppeling, maar is het eigenlijk, we schaffen het af en we komen met compleet wat anders. En dat begrijp ik dus niet. Dit gaat over de rug van zowel ondernemers, bewoners, horeca, alles. Dit is echt compleet onbegrijpelijk dat men met dit voorstel kan gaan komen. Maar wat we nu gaan doen is 24/7 betalen voor het parkeren. De tarieven gaan omhoog. Dan kunnen we dus gewoon gaan verwachten dat de omzet omlaag gaat. Nou ja, hoe gek wil je het hebben? En het kan niet zo zijn dat je een bezuiniging of taakstelling van 1,2 miljoen... die het college voorstelt aan de gemeenteraad van Almelo, afwentelt op de binnenstad. Dat zal absoluut, als dat aangenomen zou worden, wat ik me absoluut niet kan voorstellen, zal dat desastreuze gevolgen hebben voor het bezoek aan de binnenstad. Gratis parkeren, daar praten wij ook niet over. Maar het moet geen melkkoe worden. Het moet geen sluitstuk worden van de begroting. En de voorstellen die nu gemaakt zijn, ja, die lijken echt helemaal nergens op. En we zijn ook teleurgesteld dat we een aantal gesprekken hebben met de wethouder gehad, de verantwoordelijke wethouder. In dit geval dan mevrouw Ten Seldam. En daarin hebben we toch een aantal wensen neergelegd. En dat je die helemaal niet weervindt in het uiteindelijke voorstel. Ja, daar zijn we allereerst erg teleurgesteld in, maar ook erg boos over. Want dat betekent dat er zowel bestuurlijk als ambtelijk geen gevoel is voor de problematiek van de Almelose binnenstad. Ja, ik vind het schandalig. Het lijkt er nergens op. Als je eerst blauwe zones maakt en het is een half jaar blauwe zone, moet alles er weer uit. En dan zou je het 24 uur, 7 dagen in een week zou je betaald moeten parkeren. Dat wordt de doodsteek voor de horeca, maar ook voor alle ondernemers. Ja. En ik begrijp ook dat ze 1,2 miljoen moeten bezuinigen. Maar dat het met het parkeerbeleid moet, door middel van het parkeerbeleid, dat lijkt nergens op. Als je een stad dood wil hebben, dan moet je het zo doen. Dus wij starten ook een actie. Een actie met een poster en flyers. Waar we toch een oproep doen om deze petitie te tekenen. Zodat we in de gemeenteraad, de laatste gemeenteraad van deze maand, dit aan de raad of aan de verantwoordelijke wethouder kunnen aanbieden. Waar ook een signaal is, dit pikken we niet. Hier in het stukje van Kop van Zuid zijn we verrekt actief met elkaar. En dat willen we ook zo houden. Dus we gaan een vierkant voorleggen. Want dit kan gewoon niet. En dat moet de gemeenteraad ook zien. Dat dit natuurlijk de doodsteek is. Dit is geen beleid. Ik merk dat die commotie er ook is. Alhoewel ik wel van mening ben dat het college echt een evenwichtig voorstel neergelegd heeft aan de raad. Dus het is nu aan de raad om daar iets van te vinden. Dit moet van tafel gewoon, klaar. Kijk, dat het bezuinigd moet worden, dat kan me voorstellen. Er is net een mooi duur stadhuis gebouwd voor zoveel miljoen. Waar mensen ook de nodige vraagtekens bij hebben. Maar dan denk ik bij mezelf van bezuinigd op iets anders. Wat de blauwe zone betreft, toen het ingevoerd werd en daartoe besloten werd in 2012, toen was het nog zo dat dat geld opleefde met betrekking tot de overtredingen die daar gemaakt worden. Wij noemen dat de Muldersregeling. In januari 2015 heeft het Rijk gemeend dat al die gelden naar het Rijk heen moeten en daarmee is de blauwe zone een verlieslatend systeem geworden voor Almelo, maar dat geldt eigenlijk voor alle andere gemeenten. Als de kosten vele keren hoger zijn dan de opbrengsten, dan moet je kijken van kun je de kosten naar beneden brengen. Daar hebben we naar gekeken. Vandaar ook dat we 6 ton besparen met betrekking tot de kosten. Aan de andere kant kun je ook de balans bereiken door de inkomsten wat te verhogen. Vandaar dat we ook een deel van de maatregelen gericht hebben op het verhogen van de inkomsten, zoals de parkeertarieven. Ik vind met alle respect dat Almelo niet vergeleken kan worden met Nijverdal daarin. En ik denk dat je dan ook moet gaan vergelijken met andere steden van soortgelijke omvang als Almelo. En dan zie je dat het parkeertarief in Almelo daar eerder in positieve zin zich daarin onderscheidt dan in negatieve zin. Jillian Box en Miranda Oude Wesselink uit de wijk Nijris. Was het spannend, Miranda? Ja, het was heel spannend. Je bent net even een klein kind weer, hè, zo'n avond. Ja.
Heb je nog geappt? Wij hebben ook geappt, ja, een enkele valse melding, maar uiteindelijk ook de winnende melding. Ja, want waarom staan jullie hier? Nou, wij hebben de boeven gevangen. Ja. Hoe voelt dat om boeven te vangen? Ja, dat was heel spannend. Ik had de hele dag er al zin in en het is, ja, uiteindelijk is het gelukt. Ja. Nou, wat we gedaan hebben is 3 casussen uitgezet in het Nijrace met als doel het signaleren en het melden verhogen van de burger. En hoe doen de mensen dat? Gewoon bellen? Nee, dat hebben we gedaan via WhatsApp. In Nijrace zijn een aantal mensen lid van een WhatsApp-groep. Ondertussen hebben we 260 deelnemers. En via de app hebben ze het signalement verspreid en hebben ze meegedaan met deze oefening. Ik was vanavond de boef in de wijk met Sandra samen. Ja, ik ben uiteindelijk ontdekt door kinderen. Door kinderen en door een volwassen man. Of twee vrouwen die ons dus vroegen op plaats van, bent u de boef? Maar we zijn door een andere bewoner van de wijk gewoon naar het punt gebracht waar wij zouden gaan inbreken. Dus ja, beter kan niet, hè? Er zijn collega's van mij, dus politiemensen, die zijn als burger verkleed. En daarbij hebben ze zich ook echt verdacht gekleed, hè? Dus een beetje opvallend. En daarbij hebben ze zich ook verdacht gedragen. We hebben ongeveer een half uur rondgelopen zonder op te vallen. Ja. Vervolgens zijn we dus aangesproken door die meneer van, zoeken jullie iets? We zijn gebracht naar deze straat. Toen zijn we foto's gaan maken bij willekeurige huizen. Die man die ons aansprak of wat dan ook. Vervolgens loopt er een meneer met honden, die honden uit te laten. Voor de hond niet aangesproken, lopen we terug. En toen gingen we bij die auto's kijken of ze open waren. En toen werden we inderdaad aangesproken van, kent u de boef in de wijk? Ja. Want dat is wat wij heel graag willen. Dat bewoners verdachte situaties herkennen en gaan melden bij ons. Eerst WhatsAppen ze elkaar. En uiteindelijk als inderdaad het zo is dat het een verdacht is, heel duidelijk, dan kunnen ze 112 bellen. Nou, het is zo, op het moment dat zij een verdachte situatie zien, dat ze eerst de politie bellen en dan het op de app gooien. Zodat alle andere bewoners die lid zijn van die app ook kunnen gaan uitkijken naar die verdachte situatie. Zie je al mensen kijken of nog niks? Sterker nog, we zijn net even aan de kant opgeleden. Er zijn hier gewoon mensen echt druk in de wijk. Nou, in de praktijk, jullie zijn lid dus van die WhatsApp-groep van het Nijrace. Hebben jullie daar in het dagelijks leven al mee te maken gehad? Nou, ik zelf niet, maar je bent wel actief als er iets gebeurt, zeg maar, dat je echt wel echt alert bent en op dat moment even meekijkt. Ja, ik vind het echt een meerwaarde hebben. Absoluut, ja. Hij zegt, de meldingen worden ook goed opgevolgd. Wat ook als er niks is, wordt er ook duidelijk in de appgroep gemeld dat er niks aan de hand is. Dus dat je niet verder hoeft te kijken. Er waren er in 2013 behoorlijk wat inbraken en zo. Is dat nou minder geworden? Het is zeker minder geworden. Je merkt echt dat het echt helpt. Ja. Ja. Maar hoe is het in de rest van Almelo? Het is ondertussen ook in andere wijken in Almelo begonnen. Onder andere in Aalderingshoek. En er zijn nu ook signalen in Windmolenbroek en nog een andere wijk dat ze ook willen beginnen met het starten van een WhatsApp. Ja. Dus vinden jullie wel aan te raden voor wijken? Ja, dat ze stimuleren wij, dat vinden we hartstikke mooi. Ja. Ja. De politie kan het niet alleen, hè? Wij kunnen het absoluut niet alleen. Nee, dat is vanavond ook weer gezien. We zijn heel erg afhankelijk van die burger. En met die burger willen wij de hete daadkracht verhogen. Jongens. Auw! Maar dat was voor mij een teken dat dat filter dus werkte. Want als je echt met je hoofd boven zo'n uitblaasopening staat van zo'n ventilatiekoker, dan stink je als de neet, hè. Dan kun je niet meer thuiskomen. Nee, maar nu, en toen heb ik gezegd van, jongen, dit is een idee, daar moet ik verder mee. Ik heb in Duitsland heb ik dat filter gezien. We hebben de lagen aangepast, zodat we in eerste instantie een grover, en weer wat fijner en de laatste een heel fijn filter hebben. Dat filter hebben we dus op een gegeven moment zo dik gemaakt dat het 50 centimeter dik was. Dus de tijd dat die bacteriën de hebben om die stof af te breken, zeg maar, is verdubbeld. Want vroeger zaten we maar 20 centimeter dik op. Dus je kunt nu 2,5 keer zo lang hebben die bacteriën de tijd om dat hele verhaal af te breken, zeg maar. En daardoor kunnen we dus die ammoniak reduceren. En we gaan in onze proefaanvraag gaan we naar 85%. Wij zetten in op 85% ammoniakreductie.
Als ze die proef, die toestemming krijgen, en daar heb ik eigenlijk wel redelijk vertrouwen in, omdat wij ook vanuit Wageningen al wel meerdingen hebben waar die dus ook 85 op heel kort stonden gaan geven. Dan moeten we dat dus, hebben we dus 3 jaar de tijd om dat aan te tonen. En moeten dat middels metingen moeten we dus aantonen dat wat wij dus hier beweren, dat het ook juist is. En dan worden gemeten op geur, op stof en op ammoniak. Hamvraag is, je hebt ook andere natwassers. Wat is het voordeel hiervan? Het grootste voordeel vind ik dat je geen spuiwater hebt. Wij hebben dus geen restproduct wat die boeren moet afzetten. Wij hebben nu zeg maar 8 jaar besteed om dat filter te krijgen wat het is. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het schoonmaken van Nederland. En uiteraard als ondernemer durf ik ook te zeggen, we hebben 8 jaar lang in dat filter geïnvesteerd. Heeft heel veel geld gekost. En we zijn op een punt gekomen dat we nu kunnen zeggen van, we hebben lang gezaaid, maar we moeten nu een keer oogsten. En nou, dat tijdpunt is nu aangekomen. En nou ja, wat vindt u van dat product? Nou ja, een heel erg goed verhaal. We hebben net ook eventjes gezien hoe het dan in de praktijk gaat. Hè. De vieze stallucht wordt er ingeblazen. En vervolgens komt er een stuk schonere lucht uit. Ja, ik denk dat het voor bepaalde problemen zoals ammoniak, geuroverlast in de buurt van stallen met beesten, dat het een enorm goede oplossing kan zijn. Maar een van de belangrijkste vraagstukken waar deze ondernemer ook tegenaan loopt, is toch de vraag van het geld. Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende startkapitaal heb, zodat ik mijn product kan ontwikkelen, kan bouwen, uiteindelijk proefstallen kan bedienen. En hoe zorg ik ervoor dat ik op die manier de markt kan betreden. En daar zit nog wel een heel belangrijk stukje waarvan ik vind dat we er in Den Haag harder ons best voor moeten doen. Dat is dus toch toegang tot kapitaal, tot krediet voor ondernemers. Mevrouw Gesthuizen, hoe groot zijn uw kansen om fractieleider van de SP te worden? Nou, fractieleider niet, want dat blijft Emiel Roemer gewoon doen. Maar partijvoorzitter wil ik wel graag worden, inderdaad. En die verkiezingen zijn 28 november. En dan mogen de SP-leden bepalen wie onze partij moet gaan leiden. Wat heeft u met oude schuren? Ik had het niet over een oude schuur. Het college zegt dat er een oude schuur staat in Bonnebroek. En dat die net zo goed gesloopt kan worden. Hij staat bovendien veel te dicht bij de weg, zeggen ze. Maar volgens mij is het geen oude schuur. Volgens mij is het een oude grubstal. En dat is een typisch Twents bouwwerk. Waarvan er steeds minder zijn. Waarvan er heel veel gesloopt zijn in de afgelopen 10, 20, 30 jaar. Volgens mij moeten we daar een beetje zuinig op zijn. Ja, als je die allemaal maar gaat slopen, dan moeten onze kinderen straks kijken wat een grubstal is in een boekje. Terwijl ze nu gewoon daar staan op het moment dat je Bonnebroek binnenrijdt. Zou de regeling rood voor rood daar iets mee te maken hebben? Dat zou misschien kunnen, ja. Want als je dus het ene gebouw sloopt, dan mag je er een ander gebouw voor neerzetten. Nou ja, en daar moet natuurlijk ook goed naar gekeken worden. Kijk, bij ruimtelijke ordening en bij bestemmingsplannen gaat het om belangenafweging. En ik denk dat we heel goed moeten kijken van wat vinden we belangrijker. Dat mensen van buiten in een mooie vrijstaande woning kunnen wonen. Of dat we zuinig zijn op de gebouwen die we hebben. Dat is een belangenafweging over verkeerskundige aspecten. Hij wil die weg zo breed mogelijk maken. Nou, dat is inderdaad een belang. En een ander belang is inderdaad het toerisme. Wat willen mensen van buiten nou zien in zo'n dorp? Willen ze daar een mooie brede weg met een paar villa's eraan? Of willen ze inderdaad, als je zo'n dorp binnenkomt, dat je ook ziet van, hé, hier staat een oud Twents gebouw. Volgens mij is het wel duidelijk. En ik vraag me dus af of die belangenafweging goed heeft plaatsgevonden. Ik denk dat je van alles kan maken van zo'n oud gebouw. Waarschijnlijk heeft het op dit moment inderdaad een functie van een schuur. Maar ik denk als je het heel mooi opknapt, kun je er misschien zelfs wel een woning van maken. Dat zie je natuurlijk wel meer met oude stallen. Het is niet een heel groot huis. Maar het zou bijvoorbeeld een mooie kleine woning kunnen zijn. Of een museum, of waar maar behoefte aan is. Wat wij belangrijk vinden als ChristenUnie is van ga zuinig om met de oude gebouwen die we hebben. We maken ons daar hard voor in de binnenstad, in Almelo. Maar in de dorpen hebben we natuurlijk ook heel veel mooie oude dingen waar we zuinig op moeten zijn. Het erfgoed in Almelo leeft.
Dat blijkt wel uit de vele organisaties die actief zijn op dit gebied. Ze hebben de kennis en kunde in huis en ze organiseren regelmatig bijeenkomsten. Soms doen ze dit individueel en soms ook samen met andere organisaties. Naast mij staat meneer Westenberg, adviseur van Stichting Stadsherstel. Meneer Westenberg, waarom is deze plaats zo bijzonder? Het aardige van deze plaats is dat dit een station is, een stationsgebouw, wat in de 60e jaren is gebouwd, rond 1960. En het leuke van dit gebouw is dat het nog steeds modern aandoet. Dus het is eigenlijk een voortreffelijk ontwerp met die mooie V-vormige zuilen die je steeds terug ziet komen. En ik vind het razend knap dat het nu nog steeds een frisse uitstraling heeft. Het is ook onlangs, voor zover ik weet, tot Rijksmonument verklaard. En het is een gebouw uit de, nou ja, je kunt zeggen uit de wederopbouwperiode. He, dus 1945 tot 1965. En daarvan heeft Almelo gelukkig verschillende gebouwen. Misschien dat die ooit nog een monumentenstatus krijgen. Maar dit is een heel goed voorbeeld uit de wederopbouwperiode. Er zijn allerlei initiatieven. Maar hoe zit het met de inhoudelijke samenwerking en uitwisseling tussen enerzijds de erfgoedorganisaties onderling en anderzijds de erfgoedorganisaties en de gemeente? De erfgoedorganisaties onderling hebben, dacht ik, wel aardig veel contact. Kunnen elkaar in het algemeen ook wel makkelijk vinden. Je hebt bijvoorbeeld het Wevershuisje die stadswandelingen doet. Je hebt uiteraard de vereniging Stad en Ambt. Heel belangrijk. Hallo. Stad en Ambt die heeft ook het HIP, het historisch informatiepunt in de bibliotheek waar je informatie kunt krijgen. Je hebt natuurlijk het Stadsmuseum, ook buitengewoon belangrijk voor informatie. En de samenwerking tussen deze stichtingen, ik vergeet bijna Stadsherstel te noemen, dat moet natuurlijk helemaal niet, moet er ook bij. Maar de samenwerking is, wat voor zover ik dat kan overzien, aardig goed. We hebben wel overleg met de gemeente. Dat gaat het laatste jaar, zit daar schot in. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd die in mijn ogen buitengewoon nuttig zijn. Maar een probleem is wel een beetje dat je wordt altijd buitengewoon aardig ontvangen op het stadhuis. En iedereen is van goede wil. Maar als je iets gedaan zou willen krijgen, dan gaat het over heel veel schrijven en het werkt een beetje als stroop. En dat zou je misschien moeten veranderen. Denkt u dat door een verbeterde samenwerking de samenhang tussen de verschillende erfgoedactiviteiten kan worden geborgd, maar ook de uitstraling voor Almelo als geheel kan worden vergroot? Zelf ben ik daar wel van overtuigd dat dat kan. Je zou bijvoorbeeld de samenwerking tussen die erfgoedorganisaties en de gemeente zou je al kunnen verbeteren door een vast aanspreekpunt te creëren. Dus als je als erfgoedorganisatie zou weten, nou, we moeten bij die of bij die zijn, dan zou je daar één persoon voor moeten aanwijzen. Dat zou al een verbetering zijn. En een tweede verbetering zou kunnen zijn dat je een agenda, gezamenlijke agenda op erfgoedgebied opstelt. Dus wanneer doet het Wevershuis iets? Wanneer is dat een ambt? Wanneer is historisch Twente? Als je dat van elkaar zou weten, zou dat al een verbetering zijn. Recent heeft de Stichting Stadsherstel zich ervoor ingespannen om 12 monumentale panden in Almelo te voorzien met informatieborden over karakteristieke monumenten. De gemeente heeft gezorgd voor een bescheiden financiële bijdrage. U heeft zelf de tekst op de borden voorbereid, pandeigenaren benaderd, deze borden laten vervaardigen en de borden in overleg met de eigenaren geplaatst. Ziet u in de toekomst kans voor meer van dit soort projecten? En waar ligt uw behoefte? We zouden inderdaad meer van dit soort projecten kunnen doen. Ik moet erbij zeggen dat met die prachtige ANWB, of niet de ANWB, stadsherstelborden moet ik zeggen, dat buiten mij om is geweest. Prachtig gedaan. Hele goede teksten, mooi aangebracht. En dat is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen stadsherstel
en de gemeente. En dan zouden inderdaad, zou je meer van dit soort projecten kunnen doen. Als je nou in de stad kijkt, degene die die gedichten aanbrengen. Buitengewoon mooi en interessant. En je zou kunnen bedenken dat je bijvoorbeeld gevelstenen aanbrengt bij bijzondere panden. En er zijn hele mooie gevelstenen te maken en toen ook in de huidige tijd. En als je die aanbrengt, dan versterk je het gevoel van zo'n stad. Als je nou bijvoorbeeld de uitvalsweg naar Borne, daar staat een pand, onlangs gerestaureerd. Dat is van oudsher de stad Münster. Als je daar nou een gevelsteen in zou aanbrengen die iets met Münster te maken heeft, dan kun je, daar weer begrip voor maken. Dus gevelstenen, je kunt ook nog denken wat stadsherstel in het verleden al wel meer gedaan heeft. Detailleringen van gebouwen, bijvoorbeeld het Hofkeshuis, zijn daar twee fasen opgezet. Je kunt hekwerken boven op gebouwen zetten. Nou ja, zo zijn er verschillende dingen. Want het gaat er toch, uiteindelijk gaat het er een beetje om de stad interessant te maken. Interessant om er te wonen en te verblijven. Dus dat je iets eigens geeft aan Almelo. Daar gaat het precies om. Days have passed, and now I'm alone. It was bound to happen, I have always known. I wasn't afraid to think out loud the painful truth at dawn. Oh, nothing here is new. I'm sorry about the gap between us two. Stick.
Ja, maar toch wel een beetje.